schoonmaken, schilderen en tuinieren. Het zijn enkele klusjes die zowel vrijdag als zaterdag gedaan worden in het kader van NL Doet. Met deze nationale vrijwilligersactie zetten duizenden mensen zich in voor het goede doel. Ook het college van Leiderdorp. Zo was wethouder Angelique Beekhuizen aanwezig in muziekschool The Doors. Ik ben nu deze deur aan het schoonmaken, maar die wordt straks geschilderd in een bepaalde kleur, zodat herkenbaar is wat voor kamer dit is. Ik doe dit omdat vandaag NL Doet is en ik vind het belangrijk dat we verenigingen die met heel veel vrijwilligers werken, dat we die ondersteunen. En ja, vandaag is dan zo'n dag dat we met elkaar eventjes de mouwen opstropen om de extra dingetjes te doen. En dan vind ik het ook gewoon goed om daar mijn bijdrage aan te leveren. Nou, het college gaat vandaag en morgen in ieder geval uit op bij een aantal acties ook aanwezig te zijn en hun mouwen op te stropen en actief mee te doen. Ook ter ondersteuning van dat we dit gewoon heel erg belangrijk vinden dat we hier met z'n allen meedoen in Leiderdorp. Maar ook onze medewerkers die aangegeven hebben die vandaag mee willen doen met NL Doet, die krijgen de gelegenheid om tijdens werktijd ook voor NL Doet actief te zijn. Ik vind NL Doet belangrijk omdat je enerzijds organisaties helpt om iets bijzonders te doen waar ze normaal gesproken niet aan toegekomen. En anderzijds komen er ook allerlei mensen binnen die elkaar ontmoeten en met elkaar even de schouders eronder zetten. En dat vind ik ook gewoon belangrijk. Dat ja, er soms mensen binnenkomen die anders niet binnenkomen. Die krijgen dan ook weer de kans om nieuwe mensen te leren kennen. En misschien ook weer die nieuwe ideeën op te doen.